Apparaat hoor, S60 Polestar. Ja, er zijn er twee. Eentje is al verkocht aan de klant en dit is het tweede exemplaar. Ze zijn er nog wel een beetje mee bezig met de ontwikkeling. Ondertussen even handmatig schakelen. Dat ben ik natuurlijk helemaal afgeleerd. Zeg maar basis T6 blok, maar ontzettend veel aangepast. 508 pk. Nou, dit is dus eigenlijk ook niet eens meer een concurrent voor een BMW M3 of een Audi RS5. Omdat het is gewoon veel en veel en veel sneller. De Zweedse media heeft het ding ook op het circuit gezet. Nou, de rondetijd was gewoon veel rapper. Maar ook als je kijkt naar sprinttijden, 3,9 seconden naar de 100. Ja, dat is gewoon een tijd die de Audi R8 ook haalt. Of een Mercedes SLS of denk Porsche 911 Carrera. Het is echt een ongelooflijk krachtapparaat. Ik moet er een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, dan hebben we er maar twee. En natuurlijk vierwielaandrijving, Haldex systeem, vierde generatie. Maar wel een elektronisch gecontroleerd slipdifferentieel op de achteras. Dat is dan wel weer nieuw. Wil je nog meer cijfers? Topsnelheid meer dan 300 km per uur. Zit op zich op een plek waar we dat hadden kunnen proberen. Maar we moeten de auto delen. Hè? Dus we hebben niet onbeperkte mogelijkheden. Half werk gedaan, want bijvoorbeeld de carrosseriedelen, een heel groot deel is bijvoorbeeld carbon. Spatborden, maar ook spoilers natuurlijk. Ze hebben de middenconsole laag gemaakt, want ze wilden de stoelen lager. De stoelen zijn wat steviger gemaakt, er zijn andere stalen profielen in. Dus ja, wat dat betreft zeg maar echt speelgoed voor iemand die van snelle Volvo's houdt. Gevonden, die heeft 3 ton betaald om in een S60 Polestar te mogen rijden. Me like you.